Hier heeft een plekje gevonden vandaag. Die komt gewoon niet naar buiten. Hè? Nee. Het is ook gewoon zo ontzettend nat, moet je kijken. Dat is het enige droge eilandje wat ik heb nu. Ook hier heeft het heel hard geregend. Dus kijk, er staat zomaar een meter hoger. Als het niet meer is. En het is koud. Zo. Man, hier blijf je rondkijken en hier blijf je echt werkelijk het ene mooie moment zien dan het andere. Ik vind dit zo mooi. Hoog, koud, waait ook. Het is minder koud dan wat we eerst hadden, maar dit is toch echt wel ontzettend mooi. Jeetje, gaaf, erg gaaf. Noorwegen, ik kan niet anders zeggen van ik val van de ene verbazing in de andere. Het is gewoon allemaal erg mooi. Op de toeristische plekjes na, waar die grote boten liggen. Die moet je toch wel. Dat zijn wel mooie plekjes waar die grote boten liggen. Veel druk. Is me niks.
Goedemorgen. Op deze plek hebben we vis gevangen. Kijk. Een mooi kabeljauwtje. En twee makreeltjes. En dat is direct mijn klusje voor vanochtend. Want iemand zal ze schoon moeten maken. En dat ga ik doen. We just came from the other side over there. It was so touristic, so many people. Yeah. And then drove to the ferries. Oh, you also come from the other side. We were thinking maybe camping in Gedding, but it was It was too crowded. Too crowded, and you saw the cruise ships and all the. Yeah, three or four, I think we saw. I don't want to hear anything about the exhaust of a Defender now. Eh? if you see those ships with the smoke coming out, think for this is pollution. Yeah, yeah, but I'm British, so this is fine. Welcome, you're welcome. Morgen ook maar even direct het olie, de olie van de tussenbak nog eventjes controleren. Nou, met deze check. Hier is echt een grote geschut gestaan. Dat is behoorlijk. Zeggen een slagboom of een poort. Dat is een poort. Nu nek. Deze is weer dicht. Zo gaan we terug.
Chris heeft een lampjesprobleem. Zijn knipperlicht doet het niet. Dat is een eureka momentje. Ah. Kijk, ah, het knipperlicht doet het weer. Hé Maurice. Hey, we zijn bij het park Vimont Marka en we zijn hier bij een van de steigers. Kijk eens. Maar goed, we zijn in Vemunde, Vimont Marka bij Buvika. We hebben toch nog weer een klusje aan de Land Rover. Een stabilisatiestang van de, even om makkelijk te maken. Een busje is te veel spilling gekregen, die is waarschijnlijk gewoon door de leeftijd is die op. Maar dat moet natuurlijk weer net op vakantie gebeuren. Ja. Ah, zie je? Die speling, die hoort hij niet te hebben. Hier zit de speling, die is gewoon kapot. Maar goed, ik zie wel dat het in elk geval voorlopig nog stabiel genoeg is. Hij moet wel vervangen worden. Noorwegen, hè? En Land Rover. We komen er wel. Doei! We zijn trouwens op een leuke plek aangeland. Kijk, maar hier zijn we lekker uitgenodigd met ijs eten, ice cream. All right, we're gonna say this in Norwegian. Så her er det to veldig hyggelige nederlendere som har fått is, men de klarte ikke å reparere bilen sin, så nå skal de snegle seg videre. Ja, het gaat iets over schaatsen en ijs eten of zoiets. Maar dat is Knut. En Knut gaat volgende week trouwen. Trouwen. Getting married. Oh yeah. Woo! This thing is his best man. And they are gonna make a party of it. And thanks for having us. No worries. Perfect. See you next time. Okay. Yeah. Zo. Lijkt echt een beetje koraal. Kijk.
gaan de Bessigen Ridge lopen vandaag. Dus we gaan lekker aan de wandel. En ik heb hier een hele blije gup. Ja. Ja. Want zo, die is wel heel blij vanochtend. Hè? Wat is er? Wat is er? Je lijkt wel zo'n lammetje. Je lijkt wel zo'n lammetje. Ja. Kilometer erop hebben zitten tot we 4 kilometer die kant uit gaan en dan is het einde. Maar hier is zo'n uitzicht, helemaal gaaf. The only way is down, baby, you and me now. La 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 la.